Ja, welkom beste kikkers. Het is weer zover in gesprek met ruim 60 jaar geleden, dat is een hele tijd, was er een etenpiraat. Je kent hem misschien nog wel. We gaan met een man praten. We praten hier met Henk Sneller. Henk Sneller, ben je een geboren Oldebroeker of? Loosse. Je bent een Loosse? Ja, echt een Loosse nog. En wanneer ben je geboren? 4 januari 1942. 1942. Ja, en dan ben je ook al een man van leeftijd, hè? Ja, ik ga nog mijn 73 jaar door, dus... Ja. En ik ben al mooi tijd thuis. Ja, ik ben wel thuis, maar ik doe nog wel het nodige. Ja, ja. Lekker dingen er meer doen, daar geniet je van, hè? Ja. Wat ben je van beroep? Bouwvakker, stratenmaker? Nou, ik heb eerst... 12,5 jaar werken bij de Dutchman vroeger. Ja, ja. De werk praktisch iedereen van het loo. Ja. En toen ben ik 30 jaar ben ik de bouwer gegaan. En in de bouwer heb ik 30 jaar gedaan. Nou, en toen ben ik met vroeg pensioen eruit gegaan. Toen was ik 60 jaar. Ja. Maar hij kiezen mocht. Maar liever bij de Dutchman of het laatste vak waar je dan hebt? Nou ja, kijk. De Beerdusman was alles erg gezellig. Hè? Het was het ene feestje naar het andere feestje. Ja, maar in de bouw, er was toen veel meer in de verdien. Ja, ja. Dus dat was een grote verschil eigenlijk. Woon je al langer hier op deze plekken? 26 jaar. Dat is ook alweer een hele tijd. En daarvoor heb ik 15 jaar woonde in de Bloemstraat. Oh ja, gewoon lekker ook in de nieuwbouw door. Ja. 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 En hoe lang denk je nog te wonen? Nou, zo lang als ik leven, denk ik. Ja, ja. Was je een ondeugende kerel vroeger? Ja, dat was ik wel, ja. Ja. Want vroeger hij ploeg, want er waren de meeste veel leidingen boven de grond, stroomleidingen, hè? Ja, ja. En met mijn kameraden in die tijd, en is er tenminste al een van overleden trouwens, maar dan gingen we samen de ronde doen en dan met de katapullen probeerden we die peuters kapot te schieten. Ja. En als die kapot waren, dan zat die meestal zonder licht. Ja. En dan kwam de politie wel langs in zijspannen zo. Ja. Ja, maar mooi. Ondeugende streek. Ja, dat wel. Je hield nog van dingen wat verboden was, hè? Ja, dat heb ik gekregen, ja. 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 Want daar kom je eigenlijk aan de titel terecht. De etenpiraterie. Het is al meer dan 60 jaar geleden. Ja. Dat is een hele tijd. Hoe lang bestaat die piraterie? Want ik ben een stuk op leeftijd, nou ja, dan zeker. Kijk, dat is zo dat ik ben begonnen toen was ik 13 jaar. Ja. En ik was, ze hebben me toen op pak, toen was ik 17 jaar. Wat drinkt niet onder? Toen het zijn oude twee namen, de grote onbekende. Ja. Of de Gelderse Jager ook wel en zo in die tijd. Ja. En zat je op de middengolf, hè? Op de middengolf, 240 meter, hè? Ja. Ja. Wat draai je niet mee? Met een EL84. Oh, EL84. Dat is een heel klein zendertje, ja, ja. En toen later is de 807 gekomen. Ja, toen kwam je aan een wat grotere lampen. Ja, maar dat is ook een verhaal natuurlijk, want dat kon niet aankomen. Nee. Maar een familielid van mij zat bij de technische dienst, bij de radiobinder in het leger. En die heeft van mij voor een lampenzorg. Ja. Een 807. Dat was in de tijd al heel wat, hè. Maar een andere bekende naam die je nooit vergeten bent in die tijd dat je geheimen zijn. Oh ja, want die, vroeger op het loo, overal waren lange dennen achter in de tuin zo'n, daar zat een clandestine zender. Ja, hè? Dat was vast mijn oor dus. En dat was bij mij ook het geval. Ja. Maar de meesten die in die tijd allemaal een zender aan, daar leefden niet één meer van. Dat is allemaal overleden. Ik ben denk de enige nog van het loo af. Die in die tijd toen dat draaide. Ja. Hoe kwam je er toe om een geheime zender te beginnen? Ja. Wil je van muziek maken of? Ja, daar haal ik ook wel van, maar het is zo dat het hele etenpiraterij, dat trekt me enorm aan. Ja.
Alles wat niet mocht, vond ik altijd mooi. Ja. Maar kon je het wel verwoorden, want uw vader zat toen dat hij in de gemeenteraad. Ja, maar mijn vader vond het wel mooi. Ja. Maar, en toch als er een cent waren, dan was er altijd toch wel een beetje bang voor dat er wat gebeurde. Ja, hè? Ja. Want we hadden in de tijd ook nog een zomerrusje bij ons thuis. En daar een spullen ging in een oude hangkast staan. Ja. En mijn vader was naar de televisie aan gekeken. Maar ik kloot de spullen ging zo staan, draaiende met de plaatje erop en zo. Ja. Mijn vader zegt, ik snap er niet van, jongen, ik ben naar de televisie gekeken. Ik heb helemaal geen beeld, moest er komen. Maar je had niet door dat het door mijn zin kwam. Ja. Want je had helemaal geen beeld meer op televisie. Nee. Maar dat was toch wel mooi, ja. Maar hoe kwam je erachter dat je er wel in aan? Nou ja, dat kon niet verblijven dus, want op een gegeven moment ben ik een huis en je lange pool in de grond, weet je, wat moet dat, jongen, je hebt helemaal geen tijd nodig, weet je wel. Ja. Ik zei, ja, maar ik zal je eerlijk vertellen, ik heb het anders in de zender. Maar dat mag niet. Nee. Ja, dat weet ik ook wel dat het niet mag. Ik zei, maar ik vind het wel mooi. Maar op een gegeven moment had mijn vader ook wel eens een neiging, had ik dan aan het rijden, want hij ging aan de weg zo. Ja. En iedere, ik zeg, als we eraan komen, wij denken dat je goed is, dan steek de hand maar op. Maar je stak iedere keer de hand op, voor iedere auto die er langs kwam. Ja, ja, zo vriendelijk was het. Ja, mooi jong. Maar dan begin je te draaien, ben je zelf dan ook als Erik Piraat toen niet iets zenuwachtig? We zijn gespannen, hè? Ja. Ja, ik ben wel gespannen, jongens, maar zo lang zo goed gewoon. Nou ja, tot op een gegeven moment, toen ik 70 jaar ging het niet meer goed. Nee. En er kwam een neudeboom met die zwarte Opel. En, maar dan ben ik gelopen in de bos in, op de kousen voeten, hè? Ja, ja. De bos in en dat was toen in de tijd politie Weiland en politie Leurik. Leurik. Vergeet me nooit. Nee. Want Leurik die ging achter me aan. Oh, jongen, die was helemaal getraind en die kon verschrikkelijk hardlopen, die man. Ja. Die hebben me vroeger ook nog verdienstelijk gemaakt als voetballer bij WSC. Klopt, ja. En als ik in Wezel kwam, en Leurik zag me, kwam altijd naar me toe, begon altijd nog over dit. En dan lag ik erbij en zei, jongen, wat mooi was dat. Ja. Maar dan pak ze, en wat ging er dan gebeuren, man? Nou ja, er werd een rapport over gemaakt en er kwam uiteindelijk een boete voor. Maar ik moest me melden bij de rechtbank in Zwolle, bij de oude rechtbank nog. Ja. Dat was voor de Odeon toen in die tijd. Dus ik kwam er, mijn vader zegt, ik hoor ook mee. Dus wie met mijn benen naar Zwolle doen, naar de rechtbank doen, kwam ik voor de kinderrechter. Ja. En op een gegeven moment, toen zegt die rechter, maar mij was nog een advocaat overwezen. Die kreeg toen, dit was landelijk of van de gemeente. En dan zegt de officier van justitie, nou ja, hij jaagt me gewoon schuldig. Ja. Wat ik gedaan had. En toen zegt de officier, zegt, nou, ik krijg een boete, 50 gulden. Ja. En dan zegt hij, afgekort van mij, nou, eerder laagbare, 50 gulden. Hey, die jongen is nog zo jong, kan dat wel? Ik zeg, nou, laat maar zitten, nu, we betalen die 50 gulden weer. Toen zegt de rechter, zegt, verdachte, ben jij je mond houden? Ja. Je verdediger is aan het woord. Ja. Nou ja, dat, maar het is wat bij 50 gulden gebleven. Ja. Ja, en wat is dan de reactie van uw vader? Oh ja, maar die was helemaal, hij zegt, wat denken we zeggen? Ja, ik ja. kan me toch helemaal niet meer vertegenwoordigen in de gemeente, of nee. drie gedaan heb je dat. Ja, ja. En ik zeg, oh, man, dat is gewoon hobby, sport, weet je wel. Ja, maar hij was er niet zo gelukkig mee. Maar de andere piraten er meer, hij doet contact mee ook weer? In die tijd. Met de blauwe vos, de zilveren vos, pelikaan. Ja. Ja. Ik denk dat er op het moment één en nog een leven is, wat ik zo weet dan nu. Ja. Maar die dat volgens mij was Radio Succes. Ja, ja, ja. En dat was Gert Smit. Inderdaad. En die woonde toen in de tijd aan de Hottenweg. Ja. En daar kwam ik ook voor. Ja. Dus ja, dus, dat was geweldig mooi. Mooie die wereld is, hij. Muziek draait, je hebt 45 toeren, maar je hebt nog enorm veel bakken lied, hè? Ja. 78 toeren klaar. Oh, daar heb ik er nog wel 50 of 60 van, ja. Ja, ja. En je hebt dan dat grote formaat. Hoe kwam je door in die tijd dan? Moest je nog een platenwinkel of had je onderling... Nou, Jan, vroeger had je in Zwolle een platenwinkel die heette Van der Wal.
Dat was in de Diezenstraat. Ja. Toen kwam ik vullen. En deze bak lietenpleutjes, die kocht ik toen voor 70 cent stuk. Ja. Maar die weet nu veel meer weer natuurlijk. Ja, dat maar, klopt, ja. Maar die werd ook niet kwijt. Ja, want je hebt er hier een twee reën blauwe ogen. Ja, dat is een originele, hele oude. Originele, op 78 toen. Ja, klopt. Ja. En ze zitten weer meer de strober, de smokkelaar, maar zo hebben we een paar oude in te noemen. Ja. Maar waar je wordt pak, wat voor keuze heb je toen gemaakt? Ben je toen nog weer verder gegaan als je de piraat? Nou, ik heb het nog wel eens een keer geprobeerd via een moord van mij. Ja. Ik denk, nou jongens, het is toch veel mooi als je op je eigen bent, zelf bent. Hè? Dan ben je wel een baas geweest. Hè? Ja, maar er is toen niks meer van gekomen. Dus, en ik heb nog wel eens, en s'nachts wou ik nog even willen beter. Hè? Ja, ja. Dan kwam we weer om, pak een beet om 2 uur of zo. Maar dan lag mijn vader en moeder, die lang al op bed natuurlijk. Ja. En dan had ik een versterker, dat was een David, er zat een groen controlelampje op. Daar had ik net voldoende licht van om een plaat op te leggen en op verder morgen in te doen. Daar had ik mijn microfoon, die had ik in de wegflessen liggen. En de wegflessen pakken en zo de boom weer, iets wat een oorgalm maakt. Ja, ja. En op een gegeven moment stap er ook een auto, s'nachts om 2 uur. Nou, ik het drek af, maar bij mijn buurman de brand ligt. En daar had geluk mee, want was er bij mij wel binnen wel. Dat heb ze niet te doen toen die tijd. Dan praat je dus nog over het moment dat je nog aan het drein was. Ja, dat was ik nog aan het drein, ja. Ja, maar hoe vaak ben je bij jou geweest voor dat soort aan? Oh, ze hebben wel diverse keren wel, ging ze jagen, veel op kloor, omdat het in de tijd zo alle verschrikkelijk veel zaten. Ja, ja. En dan ben je ook wel van die ouderen die ik wel een pak ben in die tijd. En ik ga vullen de eigen tak met die oude soorten. Maar toen was ik in principe bij die mensen, waren gewoon een jong broekje dus. Ja. Tot mijn dat die en zo'n in de jaren. Maar het rare van het gebeurtenis, die waren pak gegeven, want ja, je gaat niet verder, je probeert maar even bij een ander. Maar dan loop ik steeds elke dag met een gevoel van, haakt er nog maar in. Ja, in principe wel, want er ging rustig een uur voorbij, of ik zat aan de radio, hè? Ja, hè? En dan gaat nog een radio zo'n R's met zo'n kat over, ja. Weet je, ja. En dan sloegen ze een mooie groen uit, weet je, als je er volop zaten. Oh, dat vond ik helemaal mooi. Maar kwam je door dat je pakbaan ook bij andere edipiraten op bezoek om nog weer ervan mee te doen? Of hul je door vanaf, van anders dan raak je toch weer beslaafd? Nou, ik gesproken dat ik bij jongens wijs aan de deuren en ik vond het geweldig mooi nog. Ja. Ik denk, jongens, laat ik maar niet meer doen, want dan ging het niet goed. Nee. En vooral eerder de dagen met die straffen die je nu bent, jongen. Ja, dat brood je over duizenden euro's. Ja, ja, wat mooi is, we komen hier net binnenwandelen en, dus, en dan geef je de regel aan. Ja, het is jammer dat het zo duur is, maar anders had ik er nu nog een. Ja, want ik had er nog volop schrik in dus. Ja, ja. Maar je kunt er, op het moment kun je het echt niet meer wagen. Want de latere, toen die VT-kassen kwam, jongen, waren van die grote dingen, man. Dat is, grote buizen. Oh, ja. Maar waar had je liever? Je hebt al die middag al overdreven, maar je weet ook dat de moderne titel kwam steeds wat moderner. Op de FM. FM-zenders. Ja. Zat je liever op de middaggolf? Of zei... Nou, in dit tijd was de middaggolf 240 meter. Ja, ja. Had je meer ruimte, hè? Ja. Als op de 180 meter. Ja. Maar als je de noorden kan, dan had je FM toch op een schonere werk. Ja, omdat iedereen door naartoe ging, hè? Ja, ja. Door de FM toe. Maar je bent eerder piraat, maar je zit nog niet stil, hè? Je bent een man ook die van alles een beetje durft. Ja. Je gaat naar voetbal, bij OVS, ben je felle supporter van ook. Eenmaal. Ja. Goed. Dan ben je altijd, ga je er elke zaterdag naar hier af? Ja, de weken, donderdag zoeken we hem. En de zaterdag zit hij met een hele delegatie aan tafel. Ja, een stamtafel, hè? Ja, een borrel drinken en zo. Nou ja. Praat ze door nog over die eerste piraterie wel eens? Nou, nee. Of is dat voorbij? Nee, dat is eenmaal voorbij. Ja. Want ik hoorde ook geen jongens meer van deze tijd niet meer. Nee, hè? Nee. Ik zit nog eens regelmatig nog eens in de radio, maar ik kom er weinig meer tegen, hè? Ja, dat is helemaal niks. Nee. Omdat de boetes te hoog zijn. Ja, en vroeger was het zo, ze moesten die zender van OM.
Ja. En nu is de brief in de bus. Maar in dit tijd was het zo, dat nam ze in principe ook alles mee. En de zender, ja. Versterken, ja. Die platen deden bij aanleggen. Maar ik zorg altijd wel dat ik weinig platen bij aanleggen. Ja. Ik kon niet zoveel in beslag nemen. Nee. Maar de Marianne en de Frisco, die jij ook natuurlijk nog wel kende in die periode. Ja, Frisco door ze wilde. Ja. Ja. Dat was ook een geweldige man, hè? Ja. Maar ook al op leeftijd, hè? Ja. Ja. Toen al in die tijd al. En hij ook meemaakte Marianne in Ems, wat er zich allemaal afspeelde. Ja, hoor, je had een hele grote lange tenen door het los. Dat werd ik ook nog van, ja. Ja. Ja, want toen hij allemaal de opsporingsambtenaar verhoefde, die ze ook nog wel kennen hem. Ja, maar Neuterboom was in de bekendste, ja, hè? Ja, ja. Maar die andere, die verhoef, heb ik niet meegemaakt. Nee. Kwam Neuterboom alleen of ook met politie allemaal? Ja, politie allemaal bij. Ja. Hij had toen Weiland en Leurik bij. Ja, dat was net aangegaan. Dat waren de mensen die eigenlijk toen altijd bij waren, of? Ja. Ja, op het moment dat ze moesten de bijwijn in dienst hebben. Ik had het idee dat ze zich in die tijd veel melden op politiebureau in Wezep. Ja, ja. De Peter die zei, nou, wie gaat nu hebben weer de gang hier in de gemeente. Ja. Dat is ook wel. Nu kom je aan een stukje, en je hebt deze plaat namen nog. Je hebt ze nooit verkocht, maar wat doe je daar dan mee? Nou, dat is oude nostalgie, die weet ik niet, weet jongen. Nee. Nee. Was wat de latere de kinderen mee doen, dat moet ze dan maar zien. Maar, ja, ja. Maar je doet er toch nog wat mee. Je af en toe in de lekte nog wat je pleiten, je boom, weet je wel. Ja, ja. Dat doe ik nog wel eens, ja. Dan komt toch nog dat piratengevoel weer terug. Ja. Maar de aanmolen, dat oudere soort muziek, ja. Van vroeger, hè? Ja, want daar ben je echt fan van. Ja. En dat doe je ook weer in de oude stieren met je leven. Ja, maar, die andere plaat met het Nieuwmoes muziek had ik niet zoveel meer over, hè? Nee, je hebt liever dat oude wetsen nog. Ja. Van 78 toen, 45 met En ik had naar Boom nog heel bij van die langspeelplaten liggen, dus zit van alles bij, dus ja. Je bleef een oude wetsen. Ja, je draait dan niet meer, maar je bleef eigenlijk in Tennem een eerder piraat. In de Bottenweg, ja. Ja, ja. Blijf wel altijd bij, hè? Blijf niet altijd bij, ja. Ja. Het is mooi dat we hier even man, Henk, en dat je over het verleden vertelt. Heb je ook een hoogtepunt nog, tot slot die Drudaal van vroeger bij je beleefd, hè? Oh, ja. Zeg, dat zal me altijd bij blijven. Oh ja, wat me altijd bij, het allerbeste bij blijft, dat is me in de pak heb, hè? Dat is iets, daar blijf je altijd bij. Ja, wat het mooie is, dat is Dabby. Te meer zo de eindtune opzet, want we zijn begonnen met het begintune en we gaan eindigen met de eindtune. En dan ben ik benieuwd wat voor plaat daar zie je altijd mee afstuurt. Nou, dat was in dit geval de Robbie Spolka. Ja goed, daar gaan we zo naar luisteren. Hartstikke bedankt, Henk. Ja, graag gedaan. En ik wens u nog veel gezondheid en dat je nog veel van uw hobby's mag genieten. Ja. En wie weet kom je nou eens een keer weer terug op de radio. Nou. Ik denk het niet, hoor. Nee. Ik denk het niet. Het wordt te duur. Ja, in principe wel, ja. Ja, goed. Ja. Dank u wel.